Goedenavond, dames en heren. Avond is het toch al een beetje wel vroeg in de avond. U zit hier allemaal gewapend, zie ik, met pennen en papier, wat ontzettend fijn is, want u weet dat waar we op afgekomen bent, namelijk een masterclass schrijven. En als er dan niet geschreven zou worden, dan zou het een hele rare naam zijn voor deze aangelegenheid waar u vrijwillig in bent gestapt. En naar, ik hoop, ook met groot enthousiasme en genoegen. En ik kan me dat zo voorstellen ook, omdat de masterclass schrijven die wij vandaag als Poetry International gaan brengen, gegeven wordt het hersenknippen. Ik ben Jan Baken, ik ben programmeur bij het festival en vind het ontzettend fijn dat u er bent. En ik vind het ook ontzettend fijn dat Hester er is om deze masterclass te geven. En eigenlijk behoeft ze geen introductie, maar ik wil er toch nog iets over Hester zeggen. Die, zoals u waarschijnlijk ook allemaal weet, de VSB Poëzieprijs dit jaar won voor haar bundel Archaïs de Dieren. Een terechte bekroning, denk ik ook, van eigenlijk voor de vele mooie bundels die ze inmiddels heeft geschreven. En ook stadsdichter van Rotterdam is geworden. Wat ook eigenlijk weer een hele prachtige kroon is op een werk wat nog vele jaren doorgaat en nog heel veel moois gaat opleveren. Ook dat weet ik zeker. U kent wellicht het werk van Hester. Wat ik er erg prachtig aan vind, is ook de manier waarop verschillende actuele, maar ook historische zaken bij elkaar worden gebracht. Mythes uit de antieke oudheid zijn eigenlijk nooit ver weg. Het Oude Testament, de Bijbel als een bron waar veel van onze literatuur, poëzie en ook de Nederlandse taal uit voortkomt, is heel sterk merkbaar in het werk van Hester. Daarbij, want het is niet zomaar een soort historiserend perspectief, wordt er eigenlijk altijd heel veel aandacht gegeven aan al datgene wat de menselijke conditie, condition humaine, zo kenmerkt en zo kan beknellen. Het is een diep menselijke poëzie, naar mijn gevoel, waarbij zowel de angsten als de ongemakken, maar ook de vreugde en de verwondering, de onvolkomenheden en datgene wat geslaagd is en wat ons allemaal enorm kan verwonderen en begeesteren, ook bij elkaar worden gebracht. Ik denk dat u daar iets van mee gaat krijgen in deze masterclass, waarbij u niet alleen maar Hester als dichter natuurlijk gaat meemaken, die vanuit haar eigen ervaring, eigen kennis en eigen kwaliteit als dichter u door deze dag, deze avond gaat leiden, dit programma gaat leiden. Maar ze zal ook ingaan op allerlei voorbeelden van poëzie die soms al een diepe historie hebben, maar nog altijd vormen zijn die ook vandaag de dag kunnen inspireren en tot nieuwe poëzie kan leiden. Ik wens u een genoeglijke programma, een genoeglijke masterclass. U komt er straks allemaal als nieuwe dichters uit, daar ben ik van overtuigd. En u weet waarschijnlijk niet op te houden als u klaar bent bij dit programma. Maar daar hebt u alle dagen nog die nu gaan volgen om u daar helemaal in te storten. Graag een warm applaus voor Hester Knibbe. Dames en heren. We leven in een geweldige tijd. Moet een kat zich met een schamele 7 levens behelpen? U kunt er zich al dan niet serieel zoveel aanschaffen als u wilt. En in alle mogelijke uitvoeringen. Jong, oud, keurig, dellerig, boef, slachtoffer. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Heeft u genoeg van zijn leven? Niks aan de hand. U delete het eenvoudig en begint aan een volgend. Ook de poëzie beleeft een prachtige tijd. Zo'n 50 jaar geleden lag ze op straat in de vorm van fotjes, boodschappenbriefjes, blikjes, speuken of een toevallige regel die tussen de straatstenen groeide. Dakloze poëzie en verregend hoger inzicht. Tegenwoordig hokt ze op ons scherm, kent vele gezichten en een kamerbreed leven. Zo zijn er sites als Gedichtenparadijs, Linkjelog, Gedichten.nl en die bieden voor elke gelegenheid een passend gedicht. Ik doe een greep uit het aanbod. Adel, drank, beterschap, erotiek, eenzaam dieren, 50 jaar getrouwd, het heelal, humor, het koningshuis, mannen, overige rampen, dood, liefde. En dat levert versen op met verrassende titels als Wapens en Geluk, Avondeten, Lees dit niet, Pijnlijke mededeling, Met een glimlach, Fuck het leven.
Internet biedt een overdaad aan poëzie. Herinnert u zich van een gedicht nog maar één regel? Denkt u, hoe zat het ook weer? Was het nu van die of toch van die andere dichter? Geen nood, u hoeft zich niet langer suf te bladeren in bundels, buren en collega's lastig te vallen, briefjes op te hangen bij Bas van der Heijden C1000 en Albert Heijn. Nee, u googelt de regel die is blijven hangen en voilà, daar verschijnt het hele gedicht plus de naam van de maker. Een uitkomst. Maar wees op uw hoede. Staat het gedicht er zoals de dichter het schreef en heeft bedoeld? Het valt namelijk op dat je op het scherm aanzienlijk minder witregels aantreft dan in bundels. Degene die gegrepen door een gedicht gretig zijn of haar bijpassende emotie wil evangeliseren, heeft niet altijd de functie van witregels, interpuncties en nog wat van die poëticale flauwekul begrepen en laat die soms gemakshalve achterwege of voegt hier en daar iets toe of rommelt naar eigen inzicht aan de woordkeus. Poëzie moet flexibel zijn. Er zijn ook serieuze sites, zoals die van Laurens Jansson Koster. Die stuurt u gratis, als u zich opgeeft, dagelijks per e-mail een gedicht als een soort ochtendwijding. En u wordt via die ochtendpost ook nog eens op de hoogte gehouden van verjaar- en sterfdagen van de dode dichters en van de nieuwste bundels en prijzen van de levende. We gaan het dit uur hebben over poëzie en we gaan poëzie maken. Iedereen weet wat poëzie is en niemand kan precies vertellen wat het is, omdat ze alle mogelijke vormen aan kan nemen en dat ook doet. We kennen natuurlijk het sonnet. Twee kwatrijnen, twee terzinen, een strak rijmschema en elke regel een vijfvoetige jammer, tenminste als je niet sjoemelt. Maar je kunt ook met zo'n sonnet spelen, zoals Ted van Lieshout laat zien. Als het goed is, dat ziet u daar dus. Een strak rijmschema, u ziet het, twee kwatrijnen, twee terzinen, vijfvoetige jambe en daar tussen de kwatrijnen en terzinen een prachtige volta, die bedenkt u erbij. Een zeesonnet. Hij heeft het trouwens ook gedaan met takjes en met allerlei andere dingen, heel speels. En we kennen het klankdicht. Een heel bekend voorbeeld is De Mus van Jan Hanlo. Tjilp, 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 en zo verder enzovoort. Zo'n klankdicht kan ook een andere vorm aannemen, gewoon een nonsensvorm. En dat ziet u hier. Majoe, 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 sabi maar weet niet hoe, aporata fidela, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, zo'n klankdicht is nou fantastisch wanneer u een acrostichon wilt maken. U weet wat een acrostichon is, dan vormen de eerste letters van de regels vormen een naam. Een naamdicht wordt het ook wel genoemd. U ziet het hier. Ideaal. We kennen ook het prozi, althans ik noem het prozi. Hier ziet u een pagina uit het boek Ik van Bert Schiebeek. En we hebben, ja, u ziet het ook, we hebben ook het 160e of sms-gedicht. Ik heb daaruit geleerd dat een sms-bericht maar 160 tekens mag hebben. En u ziet, dan moet je wat creatief met de taal omspringen. Allemaal vormen van poëzie. En we kennen het digidicht. U weet ongetwijfeld wat dat is. En het digidicht is eigenlijk een verrassende eigentijdse voortzetting van wat alweer een eeuw geleden begon. En er zijn zelfs oudere voorbeelden. In de jaren 10-20 van de vorige eeuw walste in Europa een poëzie de letteren binnen die zich van meer bediende dan alleen taal, tegen de beeldende kunst aanschurkte, typografisch tekeer ging en eigenlijk al snakte naar de digitale mogelijkheden die wij inmiddels hebben. Ik doel op de concrete of visuele poëzie. Apollinaire bijvoorbeeld schikte de letters en woorden van zijn gedicht Salut Monde in de vorm van een Eiffeltoren. En zijn gedicht Il Pleut druipt van het papier. En u ziet het, kijk, als je nu
dat echt laat regenen, een buitje en dan een miezere regen, eventjes droog en dan weer een flinke bui, dan heeft het te maken met een digidicht. In zijn beroemde Fischesnachtgesang gaat Christian Morgenstern nog een stapje verder en laat de taal helemaal achterwege. Schikt de visvorm tot dichtvorm. Kijk, en als je dit laat bewegen, dan zit je in de buurt van de videokunst, lijkt mij. Paul van der Staaij kwam later met zijn onvergetelijke boom-paukslag, waarin de typografie zoveelzeggend is dat ze voor een grafische invulling zorgt waar taal tekortschiet. En dat boom-paukslag heeft al heel wat digifanaten aangezet tot een bewegende versie, al dan niet met stem en muziek. Kortom, men gaat gewoon met het oude verder en maakt er iets nieuws van. Flarf, het knippen van internetteksten doet op het ogenblik veel opgang. Zo ging dat hier in Europa en gaat het hier in Europa. Ik neem nu een flinke stap naar het oosten, naar Japan. Want in Japan waren het tot ongeveer het eind van de Tweede Wereldoorlog vooral de daar bekende traditionele vormen waarvan de dichters zich bedienden. Ik noem er een paar. Wie kent hem niet? De haiku. Deze is van Basho in de vertaling van J. van Toorn. En van Toorn heeft keurig het aantal lettergrepen aangehouden. Want 5, 7, 5. Want in Japan heb je dus niet zoiets als rijm. Daar trekt men zich niets van aan, maar men telt het aantal lettergrepen en dat bepaalt de vorm van een gedicht. Je hebt ook de kanji. En die kanji bestaat uit 4 tot 8 regels. 4, 6, 8. Heeft een rijmschema van 5, 7, 5, 7. U ziet er hier eentje. Dus van de zenpriester Ryokan in de vertaling van Idema. En u ziet, Idema heeft zich van het aantal lettergrepen niets aangetrokken, maar die heeft voor de inhoud van het gedicht gekozen. En dat lijkt me ook volkomen terecht, want het is een schitterend gedicht. In een stille nacht zit ik eenzaam in mijn hutje en speel op een citer zonder snaren. De melodie stijgt op in wind en wolken en sterft dan weg. Wijd en zijd vervult ze de valleien en met het zuizen van de wind weer klinkt ze in de bossen. Gehoor is zeker niet vereist om de klank ervan te kunnen vatten. Een volgende vorm, de tanga of waka. 5, 7, 5, 7, 7. Weer van Ryokan en weer in de vertaling van Idema. En ook hier heeft hij zich van het aantal lettergrepen niets aangetrokken. Zou iemand mij vragen wat er omgaat in deze monnik, antwoord hem dan maar niets meer dan in de lucht de wind te vertellen heeft. Nou, meer zen kan niet, zou ik zeggen. De tanga laten we even staan, want daarover later meer. Het was pas in de jaren 50, onder invloed van het westerse futurisme en dadaïsme, dat de dichters in Japan losser omgingen met de traditie of die helemaal overboord zetten. En die kwamen ook soms daar weer op terug. Zoals Makoto Ooka. Ooka, geboren in 1931, studeerde Japanse letterkunde en was hoogleraar aan de Universiteit van Tokyo Arts, onder andere. En daarnaast was hij voorzitter van de Japanse Vereniging voor Hedendaagse Kunst. Hij debuteerde in 1956 als dichter en in die beginperiode flirtte hij met het surrealisme en het vrije vers. Maar keerde na die uitstap terug naar de oude poëzievorm. Maar wel op zijn eigen manier. Zo boog hij de traditionele renga, wat kettingvers of gekoppeld vers betekent, om tot de veel lossere renji, wat ongeveer hetzelfde betekent. Nou, die renga is een lange ketting van tanga's. Kom ik weer terug bij die tanga. En met zo'n strak lettergrepenschema. 5, 7, 5, 7, 7. Iemand schrijft een tanga en de volgende dichter haakt daarop in met een nieuwe tanga. En voor zijn tanga neemt hij de laatste regel van zijn voorganger als uitgangspunt. Hij neemt die niet helemaal precies over, maar de
tendens, dus eigenlijk de betekenis van die regel gebruikt hij voor zijn volgende, voor zijn eigen tanga. En die tanga die kan dan een volstrekt andere inhoud verder krijgen. De derde gaat weer met die laatste regel van zijn voorganger verder. Gebruikt ook daar weer eigenlijk de inhoud een beetje van, maakt zijn eigen tanga. En zo meandert dat verder. Dus je krijgt een heel vrij geheel eigenlijk. Nou, je zult begrijpen dat dat mooi is voor Japanners onder elkaar. Want, en die renka die werd ook heel veel beoefend in Japan. Niet alleen door beroepsdichters, maar als je in Japan een beetje een functie wilde hebben, bijvoorbeeld op regeringsniveau, dan moest je een goed gedicht kunnen schrijven. Kon je dat niet, kon je die functie vergeten. Het was gewoon onderdeel van de sollicitatie. Nou, op die manier krijg je natuurlijk wel mensen van niveau in de regering. Dat zeker. Die Renji, die werkt een beetje zoals de renka, maar is veel losser. Het aantal lettergrepen wordt losgehouden, dat doet helemaal niet mee. En daardoor leent het zich voor een liberale en internationale beoefening van het genre. Er hoeft niet krampachtig vertaald te worden. Nu heeft gezien, Idema deed dat al helemaal niet meer. Maar onder leiding van Imakata Ooka, dus de uitvinder ervan, namen dichters uit alle delen van de wereld via tolken deel aan die renji. Hij werkt dus een beetje zoals die renka. Maar hij is opgebouwd uit 4 regels. Elke iemand begint met die 4 regels. Een volgende haakt in op de laatste regel. Maar gebruikt 1 of 2 of 3 woorden van die regel. En maakt daarmee een heel eigen regel. En dus dan weer met 4 strofen een heel eigen gedicht. En dan krijg je een heel vrij associatief geheel. Die renji die wordt ook wel eens omschreven als writing without a center. Dus niet 1 centraal thema waar iedereen zich naar richt en het gedicht zich rondplooit. Nee, heel vrij en associatief. Begin jaren 90, eind jaren 80, ik weet niet meer precies, nam ik eens deel aan zo'n renji onder leiding van Makoto Ooka. Samen met de aanwezige dichters van Poti, want het gebeurde op Poti. Die Makoto Ooka is regelmatig op Poti geweest. En die keer ging het zo. Makoto Ooka gaf het eerste gedicht, zal ik maar zeggen, of die eerste strofe. Ik zag op de video Leo Vroman spreken over de milieuvervuiling. De mens is een wezen dat alles kan doen zonder de gevolgen te kennen. Mogen de gedichten die we vanmiddag maken een reis vol wonderen zijn, ook al weten we niet hoe hij zal aflopen. Dus een reis vol wonderen zijn, ook al weten we niet hoe die zal aflopen. Dat is dus de regel. En Adrian Henry vervolgde, die was ook op het festival. Aan het eind van de reis zullen zij in de grond buiten het station graven. Herinneringen worden blootgesteld aan daglicht, een wereld van verloren beelden achterlatend. En zo maakte hij 4 regels. Nou, u kunt zich voorstellen met zo'n heel internationaal gezelschap dat meanderde en reeg zich via palmbomen die ooit goden waren, over de 7 wereldzeeën vliegen de vogels, herfstvluchten, voetbalstadions, bossen, stranden, Pompeji, Persische tapijten, Liverpoolse tafelkleedjes, terug naar Hotel Centraal, waar de dichters destijds verbleven. In zo'n renji wordt dus alle ruimte gelaten aan plots opkomende, afwijkende gedachten, loslopende hunker en meer van dat menselijks. En u voelt het natuurlijk al aankomen. Wij gaan nu zo'n renji maken. Ik geef de eerste strofe. Als het goed is. Is die hier? Nou, ik wil nog eigenlijk even terug naar die laatste regel van Makoto Ooka en die eerste van Adrian Henry. Kan dat? Ja. Kijk, die Adrian Henry die heeft daar die reis gebruikt, aan het eind van de reis. Hij verwijst nog een beetje naar het zal aflopen, maar dan begint hij een heel eigen verhaal. Maar hij neemt dus die reis en eigenlijk ook een beetje het aflopen. Nou, de strofe die ik u ga geven. We zijn hier bijeen voor een masterclass om even luchthartig met woorden te stoeien. We gaan aan de slag met de simpele vraag:
Wat komt er aan plotse gedachten op in het hoofd? Zomaar. Nou, ik heb het een beetje makkelijk gemaakt voor u. Een beetje lange regel aan het eind, zodat u veel woorden te kiezen heeft. En nu ga ik de zaal in twee delen. Dit zo'n beetje. Dit is dichter 1 en dit is dichter 2. Als u in het midden zit, dan heeft u geluk, want dan kunt u zelf kiezen bij welke groep u hoort, of u kunt bij alle beide groepen meedoen. Het gaat dus om die laatste regel. Wat komt er aan zomaar plotse gedachten op in het hoofd? Oké, hij is ietsje veranderd, maar dat geeft niet. Dan houden we deze aan. Wat komt er aan zomaar plotse gedachten op in het hoofd? U heeft allemaal pen en papier. Nou, u kunt roepen, een regel roepen en dan schrijft iedereen die regel op. U mag 1 regel roepen, 2 regels roepen. Er zijn mensen met een microfoon, geloof ik, die een beetje dicht bij u houden. En dan gaan we gewoon allemaal die regel opschrijven. En dat vak gaat dus nu de eerste 4 regelige strofen maken. Wie begint? U weet hoe het werkt nu, hè? Ik ga er ook even een beetje bij staan om te assisteren als het nodig is. Ja. U begrijpt hoe het werkt? Nee, wij hoeven nog niks te doen. Nee, u hoeft nog helemaal niets te doen. Als u bij dichter 2 zit, hoeft u nog niets te doen. We gaan nu naar dichter 1, dat is de hele zaal. Dus die kant van de zaal is dat. Nou. Hester, wil jij dat ze allemaal, dat er iemand een regel noemt? Of wil je dat ze eerst de woorden kiezen? Iemand moet mag een gewoon met een van die woorden mag iemand aan de gang gaan en gewoon die regel noemen. Uiteindelijk willen we toch, Hester, dat iedereen... Toch eventjes die laatste, dat gedicht van mij nog eventjes erop. Want dan kunnen we die regel zien. Kan dat? Ja, één zin en daarna nog een zin en daarna nog een zin en daarna nog een zin. 4 zinnen dus uit dat vak. Uiteindelijk is het zo, als ik het goed heb begrepen, Hester, deze groep maakt een kwatrijn, een 4-regelijk gedicht. Ja. Waarbij de laatste zin van jouw eerste gedicht de inspiratiebron is. Een paar woorden of de inhoud komt eruit terug, hè, in het gedicht waar zij mee een beginnen. Paar woorden uit ze kunnen gewoon een paar woorden nemen, bijvoorbeeld zomaar zelfs. Zo'n woord kan zelfs of gedachte of plots of het hoofd. Eén of een paar van die woorden kunnen het uitgangspunt zijn voor de eerste regel. En daarna maken we een tweede regel, een derde regel, een vierde regel. Maar deze mensen zijn samen 1 dichter, hè? Dus er komt 1 gedicht uit straks. Ja, er komt 1 gedicht uit. Dus je moet ook met elkaar samenwerken en in één geest proberen te kruipen. Natuurlijk. Ja. Het is meer dan een masterclass schrijven, het is ook een masterclass samenwerking. Dat begrijpt u inmiddels wel. Ja. Het is gewoon lekker vrij associëren met 1 woord. Als je zo'n woord hebt, dan... Op welke manier pas je die in een regel in? Een soort écrituur, automatiek zou je het kunnen noemen in dit geval. Ja hoor, roep maar. Ja, die helft, ja. U gaat. Zomerse gedachten borrelen op in mijn hoofd. Zomerse gedachten borrelen op in mijn hoofd. Prachtig. Gaat u daarvoor, leden van het dichterschap? U dacht iets anders. De tweede regel. Ja? Zomerse gedachten borrelen op in mijn hoofd. Heeft iedereen genoteerd? Tweede regel. Ja, gewoon verder. Tweede regel. Maar u bent nu vrij, hè? In de woorden die u kiest. Alleen, dit is een zin die natuurlijk een bepaalde inhoud die heeft, stuurt. Die heeft, en dan kun je op voortborduren als je wilt. Of je maar kunt u kan gerust meteen over de winter beginnen, staan. Hoor. Ja. Nou, wat voor een zomerse gedachte borrelen op in het hoofd? Ben benieuwd. Dat wij zoveel as zijn en weinig spirit. Nog eens? Dat wij zoveel as zijn en maar weinig spirit. Dat wij zoveel... Dat wij zoveel as zijn en zo weinig spirit. Wij zoveel as zijn
en weinig spirit. U mag natuurlijk ook zeggen, nou, ik heb een betere regel. Of ik wil een andere regel. He, want u nee, bent één grote geest. Niet. Nee, we gaan geen regels afkeuren. Ah, dus wie het eerst komt, het eerst maalt. Ja. Ja? De lucht gevuld met een zwerm zwaluwen, terug naar huis keren zij. De lucht gevuld met Prachtig. Een zwerm zwaluwen, terug naar huis keren zij. Het lijkt wel het Nationaal Dicté. Ja, er mag best een moeilijk woord in natuurlijk ook nog. Als Nationaal Dicté. Hester, is het een goed moment om even de eerste drie regels nu te noemen? Ja. Zodat de laatste regel een sublieme uitsmijter wordt van dit eerste gedicht. Ja. Zomerse gedachten borrelen op in mijn hoofd. Dat wij zoveel as zijn en weinig spirit. De lucht gevuld met een zwerm zwaluwen. De lucht gevuld met een zwerm zwaluwen. Terug naar huis keren wij. Gino. Om onder de vleugels warme winden te vangen. Prachtig. Nou, dit is een mooie uitsmijter. Warme winden te vangen. Hebben we hem? Ja. Misschien ga je hem nog even helemaal lezen, Hester, en dan... Ja. Zomerse gedachten borrelen op in mijn hoofd. Dat wij zoveel as zijn en weinig spirit. De lucht gevuld met een zwerm zwaluwen, terug naar huis keren wij. Om onder de vleugels warme winden te vangen. Dus dat wordt de regel waarmee dichter 2 aan de gang gaat. Wat we gaan doen is... Want jij schrijf hem nu 2 keer op, Hester? Ik of schrijf iemand... die laatste regel schrijf ik een keer extra op. Dat wordt gedaan, want wat we gaan proberen natuurlijk is uw resultaat ook meteen straks in de projectie te krijgen. Dus dan moet iemand van de projectieteam, zit nu klaar om dat in te typen. Zodat we straks het eindresultaat van de beide dichters die samen met Hester dit gedicht hebben gemaakt, Deze op het scherm kunnen zien. Om onder de... De dekens liet mijn vrouw duidelijk hoorbaar nou het hoeft geen daar hoeft geen punt achter te staan toch hè? Het kan een amusement zijn waarbij er nog iets meer komt hè? Dat, als je die wind nog even eruit wil hebben stel maar dat kan gebeuren natuurlijk. De volgende regel. Ja. Ja. Nou ja, dat is een goeie. Het is een goeie. Probeer maar. Luchtige, zacht, zoet ruikende zomeravonden. Luchtige, zacht, zoet, ruikende zomeravonden. Mag ik hem nog één keer? Luchtige, zacht, zoet, ruikende zomeravonden. Zacht, Luchtige, zoet, zacht, zoet, ruikende zomeravonden. Zomeravond. Prachtig, ja. Wie van u beiden? Het gaat fantastisch. Ja? Met een tortelduif die roekoeroe, roekoeroe en de akkerbomen zendt. Met een tortelduif. Die roekoeroe, roekoeroe en de akkerbomen zendt. Ja, tortelduif. Oké. Die in de akkerbomen zingt. Koeroe, roekoeroe. U hebt dus... In de akkerbomen zingt.
De tortelduif die roekoeroe, roekoeroe, in de akkerbomen zingt. En u had u hebt de uitsmijter. Ik denk dat ik hem kan afmaken met de repliek. Gegrepen in het hart, maar niet lam geslagen, huppelde ik verder naar dat wat achter mijn ogen aan dromen verscheen. Dat is een hele lange. Kun je daar een deel van nemen? Ja. Gegrepen in het hart, maar niet lam geslagen, huppelde ik verder. Gegrepen in het hart, maar niet lam geslagen. Maar niet lam geslagen. Huppelde ik verder, verleden tijd, huppelde ik, ja. Huppelde ik verder. Zo, we hebben weer een strofe. Ik ga hem even voorlezen. Onder de dekens liet mijn vrouw duidelijk hoorbaar een warme wind. De luchtige, zacht, zoet ruikende zomeravond. Met een tortelduif die roekoeroe, roekoeroe in akkerbomen zingt. Gegrepen in het hart, maar niet lam geslagen, huppelde ik verder. Gaan we er nog een aan toevoegen, Hester? Nee. Nee, dat gaan we niet niet doen. Een zin, maar misschien nog... Ja, dan gaan we gewoon weer die kant op. Dat dichter 1 zich collectief nog op een nieuwe uitdaging stort. Dat gaan we, ja, we gaan gewoon verder. Want we beginnen net, hè? Dan moeten we de laatste zin nog even hebben, geloof ik, hè? Die zal ik nog even opschrijven. Gegrepen in het hart. Maar niet... Lam geslagen, huppelde ik verder. Nou, dat is een regel waar van alles mee kan, lijkt mij. Hè? Volgens mij is de inspiratie hier alweer opgeborreld. En het fonkelende zonlicht... bleef het fonkelende zonlicht bleef onverdoofbaar bruisen. Maar er zit geen woord van de vorige regel in, als ik het goed begrijp. Nee. Nou, hou hem vast voor misschien later in het gedicht. Ja, die kan gewoon later als derde regel, bijvoorbeeld of als tweede regel, kan dat ook nog. Ik heb daar... Maar gegrepen in het hart, maar niet lam geslagen, huppelde ik verder. Hij rukte mijn hart uit mijn borst en rende weg. Het krijgt ineens een spannende wending. Hij rukte mijn hart uit mijn borst en rende weg. Smeerlappen. Niet voor zeggen, Hester. De tweede regel. Nou. Ik heb daar Dien. Slechts moleculen op de vlucht. Alle organen. Slechts moleculen op de vlucht. Sida. Sida was al snel. Gedeeld in cellen zijn ze gevangen. Gedeeld in cellen zijn ze gevangen. Zijn wij gevangen? Zijn ze gevangen. En we hebben meteen de slotregel. Ari. De smaak van weke meisjesharten. Maar oh, de smaak van weke meisjesharten. Zo, ja. Dit gaat in een razend tempo. We hebben een hele creatieve masterclass hier. Ja, dit is inderdaad een hele creatieve masterclass hier. Ik ga hem nog even voorlezen. Ja.
Hij rukte mijn hart uit mijn borst en rende weg. Alle organen slechts moleculen op de vlucht. Gedeeld in cellen zijn ze gevangen. Maar de smaak van weken meisjesharten... Maar de smaak van weken meisjesharten. Dat dat is inderdaad dat is belangrijk. Maar de smaak van weken meisjesharten. Tja. Maar met die zin gaan we natuurlijk groep Dichter 2 ook nog een kans geven. Ja. Ik hoop dat het voor onze technische mensen doenlijk is om dit allemaal... Ja, gaat die goed? Super. We gaan nu afsluitende kwartrein doen, denk ik, Hester. Ja, maar, we maken een vijfde met alles, denk ik, toch? Ja, wil je dat nu kan. Één collectieve dichter? Nee, nog vier, dus groep 2 nog één keer. En ik denk dat we dan makkelijk met z'n allen nog één afsluitende kwartrein kunnen maken. Dus we doen nog even één groep 2 dichter. Alsjeblieft. Oh, we spelen... Oh, we spelen op ons hoofd, in ons luchthart. We spelen op ons hoofd, in ons luchthart. In ons luchthart. Prachtig. Oh, we spelen op ons hoofd, in ons luchthart. Wie gaat daar overheen? Het circus van de poëzie. Nee, nu gaat het gedicht inderdaad een hele eigen wending nemen. Maar dat kan. Ja. Dat is, we leven in moderne tijden, dit mag allemaal. Hester, herhaal toch even de laatste regel. We spelen op ons hoofd in ons luchthart. En dan? Het circus van de poëzie, en daarna heb ik het ook niet meer. Kent geen einde. Buiten viel de sneeuw in kleine vlokjes. Die laatste, dit wordt een heel diepzinnig kwartrein. Dit is inderdaad... Dit gaat heel veel associaties opleveren. Ja, hier wordt lang op gekauwd. Misschien is het vanwege de aard van deze zinnen goed om ze even alle drie te lezen, om die uitsmijter bij elkaar te krijgen. Die laatste zin van dit Renzi-kwartrein. Ja. We spelen op ons hoofd in ons luchthart. Het circus van de poëzie kent geen einde. Buiten viel de sneeuw in kleine vlokjes. Wie maakt dit wereldbeeld af? Loos en rond en rond en rond en rond. Loos. 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 En rond. En rond en rond. En rond en rond. Dit was de vierde sida. Je moet wachten tot de volgende. Rond en rond. Ik ga het nog één keer in zijn geheel voorlezen. We spelen op ons hoofd in ons luchthart. Het circus van de poëzie kent geen einde. Buiten viel de sneeuw in kleine vlokjes. Loos en rond en rond en rond. Dat wordt een moeilijke voor de volgende regel. Nou ja. Maar we zijn nu even... We hebben een enorm getrainde masterclass hier. We hebben hier één grote collectieve dichter op dit moment. Die weet daar weg mee. Zij weet daar weg mee. En elk mens huist een dichter. Zo is het maar net. Ja. Deze is al klaar. Nou, zet u schrappend voor het weten. Heeft u even geïnspireerde buurman of buurvrouw... De eerste zin al klaar. En we gaan nu met de hele zaal. Met de hele zaal. We beginnen dus met dan loos en rond en rond en rond. Loos en rond en rond en rond en rond. Vind je het goed, Dien, als ik mag deze meneer de beurt geef? Want je had al een beurt gehad. Het lichaam kent vele rondingen. Het lichaam kent vele rondingen. Mag dat, Hester? Het is natuurlijk een
Het woord rond wordt nu even uitgebreid tot ronding. Rondingen, dat vind ik wel kunnen. Dat, ja, in dit geval vind ik die, vanwege dat rond en rond en rond, vind ik dat je er wel rondingen van kunt maken. Nou, heel goed. Iemand iets vierkants in de aanbieding? Jan? Daar is een regel. Die zei: maar gelukkig is de meid in mijn armen helemaal rond. Maar gelukkig is de meid in mijn armen helemaal rond. Maar gelukkig is de meid in mijn armen. Met een korte I en een D, hoop ik. Dat denk ik, ja. De meid in mijn armen helemaal rond. Met dank aan Bert Schierbeek. Althans, dat is de inspiratiebron, begrijp ik. Dan gaan we nu echt de allerlaatste zin van de hele Rensje doen. Nee, derde. Jij wilt veel te snel. Oh, ik was te snel. We hebben nog een derde zin en daarna pas komt de uitsmijter. Dat is ook zo. Ja. Ja. In Café Loos tekenen wij de vrede. In Café Loos tekenen wij de vrede. In Café Loos tekenen wij de vrede. Ja. Tromgeroffel, we hebben de laatste zin. Met als slot een mooie witregel. Met als slot een mooie witregel. Met als slot. Dan zijn we toch weer bijna terug aan het begin, hè? Waar we de masterclass, waar we nu allemaal in zitten, als eerste invalshoek namen. Nou, ik vind het werkelijk buitengewoon. Het gaat zo snel. We kunnen volgens mij makkelijk nog 5 maken. Maar, maar misschien moeten we eerst even wachten of dat... Dat allemaal, ik denk dat het goed is om nu... Ik ga die laatste strofe nog een keer voorlezen. Het lichaam kent vele rondingen. Maar de meid in mijn armen is helemaal rond. In Café Loos tekenen wij de vrede. Met als slot een mooie witregel. Nou, dat is inderdaad een verstillend einde. Ik geloof dat het nu... Was het maar gelukkig is de meid in mijn armen helemaal rond? Begon het met het woord maar? Maar gelukkig? Maar gelukkig, ja. Maar, ja. Maar gelukkig is de meid in mijn armen helemaal rond. Ja, duidelijk. Ja. Dat is van Bert Schierbeek. Nou, die doet ook nog even mee. Dat vind ik buitengewoon sympathiek van hem. Ja. Dat mag. Ja. Ja, dat is een hele goeie. Als je inderdaad de bron van herkomst respecteert, hè? Ja. Anders wordt het plagiaat. Ja, dat vind ik ook. Dat, hoewel dat doen plagiaat wij, is in de mode, toch? En zeker Bert even eer aan doen. Dat is altijd mooi. Alsjeblieft, ja. Ja, dus we krijgen straks die hele zaak geprojecteerd. En u vraagt zich natuurlijk af, wat heeft dit met serieus dichten te maken? Nou, als je zelf zo'n strofe maakt, dan ga je er nog eens goed met een timmermans oog overheen. En je pakt de zaag en de beitel en de vijl. En dan maak je dat tot een goed gedicht. Maar wat ik eigenlijk hiermee wil bereiken, dat u leert luisteren. Luisteren naar wat zich om u heen afspeelt. Kijken naar wat zich afspeelt. En luisteren wat voor een echo dat als het ware in uw hoofd heeft. Dus eigenlijk een hele onbevangen houding creëren tegenover wat u ziet en tegenover de woorden. Kijk, er zijn natuurlijk een heleboel onzinregels bij. Maar 9 op de 10 regels. Ik wilde eigenlijk zeggen 10 op de 9, maar is wat overdreven. Of 90 op de 100 regels, dat kunnen zo schrappen, die kunnen weg. Maar er is altijd wel één zo'n juweeltje bij, waarbij je denkt van, oké, dat kan het worden. Daar rond kan zich het gedicht vormen. Of die regel gaat het gedicht schrijven. Nou, die
onbevangen houding, die wilde ik eigenlijk met deze masterclass een beetje voor het voetlicht brengen. En het is natuurlijk ook een leuk gezelschapsspel. Je kunt het op alle niveaus beoefenen, net als golf, ieder met zijn eigen handicap. Maar het is ook zoals bij golf eigenlijk, van dat je hoe meer je oefent, hoe beter je de techniek gaat beheersen. Dus ik hoop dat u dat nu meeneemt naar huis, nadat u straks dit gedicht op het scherm heeft gekregen. Het gaat komen. Kijk eens aan. We zijn hier bijeen voor een... Ja, ik zal het eventjes dat ding zo doen. We zijn hier bijeen voor een masterclass om even luchthartig met woorden te stoelen. Oké. Kijk eens, dan kan ik zo ook nog zien. U kunt natuurlijk ook zelf lezen, maar ik lees u voor. Net als vroeger, toen u een kind was. We zijn hier bijeen voor een masterclass om even luchthartig met woorden te stoeien. We gaan aan de slag met de simpele vraag: wat komt er aan zomaar plotse gedachten op in het hoofd? Zomerse gedachten borrelen op in mijn hoofd. Dat wij zoveel as zijn en weinig spirit. De lucht gevuld met een zwerm zwaluwen, terug naar huis keren wij, om onder de vleugels warme winden te vangen. Onder de dekens liet mijn vrouw duidelijk hoorbaar een warme wind. De luchtige, zacht, zoet ruikende zomeravond. Met een tortelduif die roekoeroe, roekoeroe in akkerbomen zingt. Gegrepen in het hart, maar niet lam geslagen, huppelde ik verder. Hij rukte mijn hart uit mijn borst en rende weg. Alle organen slechts moleculen op de vlucht. Gedeeld in cellen zijn ze gevangen. Maar o, de smaak van weke meisjesharten. O, we spelen op ons hoofd in ons luchthart. Het circus van de poëzie kent geen einde. Buiten viel de sneeuw in kleine vlokjes. Loos en rond en rond en rond. Het lichaam kent vele rondingen. Maar gelukkig is de meid in mijn armen helemaal rond. In café Loos tekenen wij de vrede. Met als slot een mooie witregel. Dank. Heel veel dank voor uw aandacht en voor uw medewerking. Dank u wel. Tot slot nog even. Hester, hartstikke bedankt. Ik vond het een enorm inspirerende masterclass. En u denk ik ook. En dit was nog maar het begin van die enorme dikke bundel die gaat verschijnen van u allemaal als één collectieve dichter. U moet alleen nog even een goed pseudoniem verzinnen. Hester Knibbe, is dat een goeie? Hartstikke mooi. Ik wou u nog even op attenderen dat u, als u wilt, uw e-mailadres kan achterlaten bij de informatiebalie beneden. Dat is in de hal, waar u tegen de deur als u binnenkomt. Want dan kunnen we u dit ook allemaal nog even toesturen. Het eindresultaat. Dat is misschien wel heel erg mooi, omdat u dan kunt laten zien aan uw familie en vrienden en bekenden. Zo gaan die dingen. Dat kunnen we doen met elkaar. En dan is het misschien leuk om dat een keer te doen in plaats van die vakantiefoto's laten zien of recepten uit te wisselen. Hester, hartstikke bedankt. Ik begrijp dat er ook nog een gedicht van jou zo dadelijk ergens wordt uitgedeeld. Hè? Tuin met uitzicht. En dat is daar. De mensen die, als u zo dadelijk de zaal verlaat, dan krijgt u daar nog iets mee. Wat u nog als een blijvende herinnering aan deze inspirerende middag. Het is namelijk zo dat in Rotterdam kunt u momenteel allerlei daktuinen en terrassen en dergelijke bezichtigen. Heeft u een schitterend uitzicht over de stad. En mij was gevraagd als stadsdichter om een gedicht daarbij te schrijven. Dat heb ik gedaan. En dat is gedrukt op groeipapier. Dus het gedicht verdwijnt vanzelf. Heeft u daar geen last meer van? Nou, prachtig. Ook een vorm, een hele moderne vorm van
poëzie die Hester in haar inleiding nog niet eens ter sprake bracht. Maar die is er dus gewoon ook. Nogmaals, hartelijk dank. We hebben nog een aantal programma's vanavond waarvan ik hoop dat u in de gelegenheid bent en ook zin hebt om die bij te wonen. In deze zaal, zo dadelijk om 8:00, een gesprek met Kenneth Goldsmith gaat over The Art of Uncreative Writing. Het is een Engelstalig programma, maar ik denk een hele boeiende discussie waarin Goldsmith en Pierre Alféri, de Franse dichter, allebei over dat idee van conceptuele poëzie zullen praten en in gesprek gaan met Mia Yu, mijn collega en ik. U vindt daarna in dezezelfde zaal ook de uitreiking van de Buddingprijs. Dat is ook altijd een heel spannend moment, hoewel de spanning er een beetje af is. Voor zover u dat misschien nog niet wist, is de winnaar al bekendgemaakt. Geheel tegen de afspraken met de pers in. Maar het is het geval. Nou, dat ga ik nu net even niet vertellen. Maar als u googelt, u bent natuurlijk ook allemaal voorzien van een mobiele telefoon, want we leven in deze tijden, dan kunt u er snel achterkomen, denk ik. En in de andere zalen, in de kleine zaal, vindt u dichtersprogramma's, mooie dichters vanavond. En ik, tot mijn spijt heb ik ze niet paraat, maar u kijkt op het dagprogramma en u vindt ze vanzelf wel. Ik weet zeker dat het ook de moeite waard is om daar naartoe te gaan. En alle andere dagen die er nog volgen, morgen en zaterdag slotdag, u bent daar ook van harte welkom uiteraard. Dank u wel voor uw prachtige bijdrage aan deze middag en graag tot ziens.